Je ziet wel dat er een verschuiving is van steeds meer centraal aansturen van printers. Vroeger stond een printer eigenlijk altijd standalone. Tegenwoordig moet een printer ook aangestuurd kunnen worden vanuit een database of een ERP-systeem. Over het netwerk eigenlijk. Dit heeft heel veel voordelen, standaardisatie, ook op softwaregebied. Printer is gewoon op Windows-based software draait dat. Dus alles, zolang het Windows is, kan je er printopdrachten naar sturen. Dit heeft als voordeel dat je voor codeerwensen op maat eigenlijk in kan vullen met een standaard oplossing. 13 december moeten producenten van food moeten in hun labels de ingrediënten die allergenen kunnen bevatten of allergenen zijn, highlighten. Nou, als je dan heel veel verschillende losse labels hebt, dan betekent dat je dus elk label individueel zou moeten openen, handmatig zou moeten aanpassen en weer opnieuw zijn opslaan. Nou, door met die standaard software te werken kunnen wij eigenlijk dat automatiseren, waardoor je dus de menselijke error factor eruit haalt. Corto is een Nederlandse fabrikant van coderende merkapparatuur. Dat zijn eigenlijk de printers waarmee fabrikanten van food of pharma op hun verpakkingen de barcodes, de THT-datums enzovoort kunnen coderen tijdens het verpakkingsproces. Wij doen het sinds de jaren 50. En tegenwoordig ontwikkelen we en produceren wij volledig digitaal aangestuurde thermotransfermachines en inkjetprinters. Kostenbesparing buiten het coderen zelf. Dan moet je denken aan echt klantgerichte oplossingen. De klant had bijvoorbeeld 12 lijnen en het verkeerde label werd naar de verkeerde lijn gestuurd. Op het moment dat hij daarachter kwam, was hij al een half uur aan het draaien en mocht de productierun of omgepakt worden of weggegooid worden. Nou, dat kostte hem 2 ton per jaar. Wij hebben zo'n hele simpele oplossing ervoor gemaakt. De operator heeft nu een scherm waarbij hij ook echt de lijnen ziet staan. Dus hij heeft een visuele herkenning van waar hij hem heen stuurt. Hij klikt erop, vervolgens komt er een check. Let op, je gaat dit label naar die lijn sturen. Weet je het zeker? Oké, probleem opgelost. 2 ton besparing per jaar.